Hallo beste ouders, dag meisjes en jongens. Ik ben Daniel van Hees, ik ben directeur Eerste Graad Via Tongeren en wil jullie graag informeren over onze aanpak van 1b. Wil jullie meer informatie over onze school, dan verwijs ik naar onze infobrochure op de website Jouw Toekomst, Onze School. Wat wil ik met jullie overlopen in verband met 1b, visie en aanpak, de lessentabellen, wat wij verstaan onder exploraties, en tenslotte hoe we evalueren en rapporteren. Ik zou zeggen, we gaan eraan beginnen. Leerlingen die geen getuigschrift behalen van basisonderwijs komen in 1b. Wij zorgen voor een sterke ondersteuning die deze leerlingen ook echt nodig hebben. En om dat te doen werken wij met een bepaalde klasgrootte. Twee klassen hebben bijvoorbeeld dit jaar van 16 leerlingen dat wij in co-teaching steken. Dat ga ik zelf eens uitleggen. Wat ik wel moet meegeven is dat door de modernisering van het onderwijs, het secundair onderwijs, er meer algemene vorming steekt in ENB. Het is eigenlijk een stukje theoretischer geworden. In onze visie en aanpak besteden we ook heel veel aandacht aan de wijze van evalueren. En dat noemen wij permanente evaluatie. Het gaat over kleinere leerstofgehelen en vooral op het kunnen toepassen van wat de leerlingen geleerd hebben. Ook een belangrijk onderdeel van onze visie en onze aanpak is de remedieringsstudie. Dit is dagelijks na school op uh, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag door de leerlingbegeleider. Wat houdt dat in? De leerlingbegeleider zal met de leerling agenda opvolgen, samen bekijken wat moet gemaakt worden en dan samen aan de slag om lessen te leren, taken en opdrachten te maken. Goed. Ik heb het daarnet reeds gezegd, uh, co-teaching is eigenlijk het sleutelwoord en het sleutelaanpak in onze 1B. Wat wil dat zeggen, meisjes en jongens, beste ouders? Op ieder lesuur staan er twee leraren in de klas. Dat biedt heel wat mogelijkheden voor differentiatie. De ene leerling heeft wat meer ondersteuning nodig, de andere kan wat meer uitgedaagd worden. Twee leraren kunnen dat perfect aan. Die biedt ook extra mogelijkheden voor zorgbeleid. Als een leerling het wat moeilijker heeft of het lukt niet, kan één leraar daar heel wat aandacht en tijd aan besteden. Vandaar ook dat wij werken met een satellietklasje. Dat wil zeggen, gelijktijdig met de grote klas is er een klein klasje ingeroosterd. Hier kan een leraar een leerling apart nemen, bijvoorbeeld als het gaat over taalachterstand of remediering. Maar ook om soms een time-out te organiseren, omdat een leerling het toch wel even moeilijk heeft. Heel belangrijk in co-teaching is ook dat wij duidelijk aandacht hebben voor het welbevinden van de leerling. Want wie zich goed voelt, die kan uiteraard ook veel beter weg met leerstof en met andere leerlingen. Oké, okay. de lessentabel. Hoe zit die in elkaar? Zoals je kan zien bestaat dat uit twee delen. De eerste deel noemen we algemene vorm 27 lesuren en het keuzegedeelte van 5 lesuren. Keurgedeelte is eigenlijk waar wij als viotongeren onze accenten leggen. Samen vormen zij de volledige lessentabel van 32 lesuren, 27 en 5. Oké, okay, we gaan het even overlopen. Wat zijn de accenten van vio? Wij hebben gekozen voor het vak Engels, één uurtje in de week, waar wij vooral uh, aandacht hebben voor de spreekvaardigheden. Ik mag wel meegeven, meisjes en jongens, dat de leerlingen. Dit jaar dit zeer interessant vinden en heel leuk vinden en heel graag toe. Een tweede vak waar wij voor gekozen hebben, is exploratie. Twee uur. Wat is dat exploratie? Dat is eigenlijk op verkenning gaan naar de interesses van de leerlingen. Leerlingen maken drie keuzes bij de inschrijving, en twee worden er uitgevoerd. Eén per semester. Zelfs ga ik uitleggen heel concreet hoe het in elkaar zit en ook de praktische. Aanpak. Dan een vak waar we ook hebben voor gekozen is ICT, als ook een nieuw vak. Uiteraard dat gaat over digitale basisvaardigheden één uur in de week, maar we integreren dit in de andere vak. Ook een eigen accent van Vio is de keuze voor differentiatie, Frans en wiskunde. Wat wil dat zeggen? Voor veel leerlingen zijn dat niet zo eenvoudige vakken. Ja? En is er wel wat ondersteuning, remediering nodig en, als het kan uiteraard wat verdieping. Oog keuze van de school is het uurtje leer- en leefwijzer. Zeg maar het uurtje met de klasseleraar. Hij of zij zal de leerling info geven over van alles wat op school gebeurt. Zal de klas begeleiden als dat nodig is. Zal studiebegeleiding geven van hoe pak je de studiemethode best aan. En ook als het gaat over keuzes maken naar volgend jaar toe, zeg maar de onderwijsloopbaanbegeleiding. Dan de exploraties. Dat zijn de verkenningen. We hebben er voor 1B in onze school vier uitgewerkt. En de eerste is economics. Waarover gaat dat, meisjes en jongens? Dat gaat over talen, over ICT-toepassingen, zeg maar een beetje landen in de wereld van de reclame en handel. Samengevat zou je zeggen: je bent het type dat graag onderneemt, dat taalvaardig is en toch wel ook heel goed met ICT overweg kan. Tweede mogelijkheid is kunst en cultuur. Dat wil zeggen: je bent een heel creatief iemand die graag bezig is met tekenen, met schilderen, met beelden dus, of met muziek. En die heel graag die dingen wil beleven. Derde mogelijkheid is lifestyle. Dit heeft alles te maken met de mens. Gezonde voeding, de gezondheid, is dus heel sterk mensgericht. En dat zou je kunnen samenvatten in het woord werkwoord inleven. Heel iets anders is de laatste keuze die wij aanbieden in exploraties, namelijk technology. Je bent heel handig, je knutselt graag, je bent graag bezig met je handen, je wil iets realiseren. Hier is eigenlijk het sleutelwoord uitvoeren. Aan de hand van het rapport Exploratie Leerlingen kan ik misschien even nog verder ingaan op onze visie en aanpak. Wat hebben wij gestoken in Exploratie voor de leerlingen? Dat is eigenlijk een aandacht voor een aantal competenties. Hm? Dat wil zeggen, we hebben gekozen voor hoe verantwoordelijk is de leerling, zijn doorzettingsvermogen, hoe kan hij verkennen, is hij kritisch of haar kritisch denken, het zelfbeeld en de zorgvuldigheid. Wel, welke. Exploratie ook kiest. Deze competenties steken er altijd in. We vragen de leerling om daar voor zichzelf een schaling in te maken, zichzelf aan te kruisen, en we vragen het ook aan de leraar. In de combinatie van de twee gaan we zien wat eigenlijk de hoofdgedachte is uit dit verhaal. Specifiek gedeelte. Dat is dus eigen aan iedere exploratie, in dit geval hier gaat het over. Techniek, handigheid, nauwkeurig werken en toepassen. Ook hier dezelfde redenering als de vorige bladzijde. Dat wil zeggen, de leerling gaat zichzelf inschalen en de leraar gaat er feedback op geven. De bedoeling is om uiteindelijk te komen, na vier maanden, vijf maanden exploratie, ja, is dit nu iets voor mij? Interesseert mij dit? En kan ik daar volgend jaar even, eventueel in even verder naar een bepaalde basisoptie toe? Zo. En dan tenslotte evalueren en rapporteren. Dat is uiteraard ook belangrijk dat je feedback krijgt op wat je gedaan hebt en op hoe je je werk aflevert. Feedback is dus eigenlijk de vraag hoe ver sta ik? Maar ook de vraag hoe moet ik verder is belangrijk. En deze twee vragen zijn wat de sleutelwoorden, sleutelvragen bij evalueren. Wij kiezen voor evaluatie en voor het systeem van permanente evaluatie. Dat zijn kleinere leerstofgehele met concrete toepassingen. Hoe rapporteren wij dit? Wij rapporteren via vijf rapporten permanente evaluatie en twee rapporten exploratie, zeg maar per semester. En uiteraard is er een eindrapport. Maar leerlingen en ouders moeten echt niet wachten op deze rapporten via Smart School, ons digitaal schoolplatform. Krijgen ouders en leerlingen permanente informatie over de resultaten en de toelichting? Zo, beste ouders, meisjes en jongens, dat was een korte toelichting bij onze aanpak van 1B. Bedankt voor jullie aandacht.